Welkom bij deze webinar van Citizen Lab. Excuses voor net wat te laat beginnen. We waren nog wat laatste technische details aan het rondkrijgen. Mijn naam is Nelise van Citizen Lab en ik en mijn collega Claire heten jullie van harte welkom op deze donderdagmorgen, waarin we het gaan hebben over de omgeving inrichten samen met inwoners. En we doen dat met wat van onze klanten, de gemeente Goes, de Nederlandse gemeente Goes en de Belgische stad Sint-Truiden, die hun ervaringen en tips over dit onderwerp gaan delen. De gemeente Sint-Truiden probeert nog in te bellen, dus dat hopen we in de komende minuten te regelen, maar dat komt vast allemaal goed. Ik zie dat er al veel mensen binnen zijn, dus we wachten nog even één minuutje op de laatste mensen die nu binnenkomen. Maar voor iedereen die nieuw is, goedemorgen en van harte welkom op deze Citizen Lab webinar. Ik ben Elise van Citizen Lab en ik en mijn collega Claire heten jullie van harte welkom in dit uurtje, waar we het gaan hebben over de omgeving inrichten samen met inwoners. En we doen dat niet alleen, maar we doen dat met de Nederlandse gemeente Goes en de Belgische stad Sint-Truiden, die hun ervaringen en tips over dit onderwerp gaan delen. Ik zal alvast even vertellen wat de agenda is van vandaag, van dit komende uur. We gaan jullie eerst even introduceren aan de gemeentes die zullen spreken vandaag in het hoofdgedeelte. Daarna zullen wij Citizen Lab introduceren in het kort voor degenen die nog niet bekend met ons zijn. We zijn met een heel gemengd publiek. Dan gaan we het echt hebben over de ruimte inrichten samen met inwoners. En dan richten we ons vooral over de voorbereiding van dit soort projecten. Hè, dat kunnen projecten dus zijn van centrumherontwikkeling of centrumvernieuwing of omgevingsvisieprojecten of grote ruimtelijke herontwikkelingstrajecten. We gaan vooral bepaalde cases van dus deze twee gemeentes belichten. En dan gaan we het hebben over de uitwerking en uitvoering van dit soort typische projecten. En dan willen we nog onze aandacht richten over het thema communicatie en betrokkenheid. Hè? Want typisch zijn dit wat grotere, complexere en langdurige projecten. Dus extra belangrijk om mensen en stakeholders te blijven betrekken. En dan is er als het goed is nog 10 minuten tijd voor vragen van het publiek, van jullie. Voel je vrij dus om je vragen al te stellen. Sommige vragen zullen we ook tijdens de webinar, tijdens het specifieke onderwerp al kunnen behandelen. En met andere wachten we tot het einde. En deze kunnen in de Q&A-functie van Zoom gesteld worden. Dus liever niet de chatfunctie. In de chatfunctie die kan je gebruiken om jezelf te introduceren of misschien te vertellen hoe je met participatie in de ruimte bezig bent. De Q&A-functie is het handigst voor vragen. Dan kunnen we die makkelijk behandelen. Ik zie trouwens nu dat Annemie binnenkomt. Dat is heel goed nieuws. Zij is van Sint-Truiden. Dus precies op tijd om met de introducties te beginnen. Laten we misschien daarom met Goes even beginnen voor de introducties. Dan kan Annemie zich nog even settelen. Ja, ik zie je ook. Dat is heel fijn. Misschien Els en Monique, kunnen jullie vertellen wat jullie rol is binnen de gemeente Goes? En misschien kunnen jullie ook wat over Goes vertellen voor mensen die er niet bekend mee zijn. Els of Monique? Ja, ik zal. Hoi, ik ben Monique. Ik zal beginnen. Ik werk nu 2 jaartjes voor de gemeente Goes. Goes ligt in Zeeland. Ik ben projectondersteuner voor de gemeente Goes. Dus voor verschillende ruimtelijke projecten ondersteun ik de projectleiders. Waaronder dus voor dit project, voor de omgevingsvisie. Dat doe ik samen met Els. En Els, jij mag ook even jezelf introduceren. Hi, ik ben Els van der Reep, beleidsmedewerker fysiek domein bij de gemeente Goes. En daarmee ook betrokken bij de omgevingsvisie.
Zoals Monique net al zei, is gemeente in Zeeland. We zien het zelf als centrumstad van Zeeland, geografische centrum van Zeeland. We hebben ongeveer kleine 40.000 inwoners als stad, gemeente zelf. En daaromheen hebben we een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners. Ja. Beetje context. Goed, dank jullie wel. En Annemie, je bent erin. Hartstikke goed. Kan je wat over jouw rol binnen Sint-Truiden vertellen en iets over Sint-Truiden? Jazeker, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Annemie Seer, ik ben diensthoofd communicatie bij de stad Sint-Truiden. Een stad, hoofdstad van Haspengouw. Het is een centrumstad omgeven door natuur. En ja, binnenkort nodigen we iedereen uit om naar hier te komen voor te genieten van de bloesems, uiteraard. Daarvoor zijn we het meest bekend als fruitstad en in het voorjaar voor onze bloesems. Ja. We hebben gekozen om iets meer te vertellen vandaag over een onthardingsproject over de veemarkt. Ja, goed. Daar gaan we straks in alle detail het over hebben. Dank jullie wel voor de introductie. Ik zal heel even voor de mensen die nog niet bekend zijn met Citizen Lab, wat de twee gemeentes gebruiken, even wat kleine details vertellen. Voordat we echt over de twee projecten het gaan hebben. De Citizen Lab is een centraal participatieplatform. Om al je participatieprojecten op te managen. En onze missie daarmee is om burgerparticipatie en besluitvorming inclusiever te maken. Dus om meer verschillende mensen te kunnen bereiken op een tijd en manier die hen schikt. Om burgerparticipatie constanter te maken. Dus om een continue dialoog tussen gemeente en burger of bedrijf en medewerker bijvoorbeeld te beginnen. En om besluitvorming strategischer te maken. Dus echt om hypotheses te valideren en beslissingen te maken op basis van data. En hoe het dus werkt voor gemeentes of organisaties of overheden, het is op zich voor iedereen bruikbaar, is om je community te betrekken bij al je verschillende participatieprojecten. Om je projecten vanuit hetzelfde platform te beheren en bijvoorbeeld gesprekken te modereren. En door middel van de rapportagesoftware aan de achterkant ook dus datagedreven beslissingen te maken. En te begrijpen wat verschillende groepen, burgers of je community zou willen zien. Hoe werkt het voor gebruikers? Zij kunnen allereerst meedoen en meelezen dus met projecten. Hè? Wat houdt een participatieproject in? Ze kunnen zich daardoor geïnformeerd voelen en er vragen over stellen. Ze kunnen uiteraard ook actief meedoen met discussies of hun input over verschillende projecten delen. Dus dat zijn eigenlijk beide vormen van top-down participatie. Dus de gemeente of een organisatie begint een project. Anderen denken mee, maar ze kunnen ook voorstellen initiëren. Dus hè, buiten de projecten die misschien via het platform lopen, kunnen burgers ook zelf projecten aandragen en die samen met een gemeente of een organisatie uitwerken en lanceren. Dus dat is een vorm van bottom-up participatie meer. En hè, hoe betrek je nou gebruikers bij je projecten? We werken met interactieve tijdslijnen waarin een burger precies zou kunnen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Hoe en wanneer ze mee kunnen doen, wat ze van een gemeente of een organisatie kunnen verwachten en wanneer de resultaten bekend zijn of het project echt uitgevoerd gaat worden. En je weet dus ten alle tijde van een project waar we staan binnen het proces en wat er nog allemaal gaat gebeuren of heeft plaatsgevonden. En als beheerder van een platform hang je dus eigenlijk onder die projectfases participatiemethodes. Dus op zo'n manier geef je zelf je projecten vorm en kies je hoe burgers kunnen doen. Dus je kan allereerst informeren en consulteren. Maar we zien natuurlijk graag dat je echt mensen betrekt bij projecten en gaat samenwerken. Door middel van bijvoorbeeld hun ideeën te vragen en die te laten pinnen op een kaart, optieanalyse uitwerken of misschien samen een workshop of een begroting te gaan doen. En in deze methodes is Citizen Lab gespecialiseerd. We zien graag zoveel mogelijk dialoogvarianten. En een methode die
vooral, of hè, die best nuttig zou kunnen zijn voor ruimtelijke projecten en die ook veel gebruikt wordt, zijn onze dynamische kaarten. Waar je dus een project doet op basis van een bepaalde ruimte. En waar je gepersonaliseerde kaartlagen op kan laten zien. Om bijvoorbeeld gebieden of kaders aan te geven. Misschien geschikte of minder geschikte gebieden voor ideeën. En daar kan je ook pins en vormen op aangeven. Om dus te helpen met het genereren van ideeën. En de gemeente of een organisatie of burgers zelf kunnen dus dan hun ideeën aandragen op een kaart en daar een dialoog over beginnen en daar bijvoorbeeld ook op stemmen. Hè, als al die ideeën binnenkomen, dan kan je als gemeente of organisatie de input gaan beheren, gaan samenwerken aan de achterkant en dus hè, de dialoog op gang brengen. En als een project dan helemaal afgerond is, zou je echt met de analyse kunnen beginnen. En we werken dus met rapportagesoftware die heel makkelijk en visueel inzichtelijk maakt wat er allemaal gebeurt binnen een project en binnen je platform. Zodat iedereen die het platform beheert makkelijk kan zien dus wat de resultaten van een project zijn. Dus het was even een hele snelle en korte toelichting over wat de twee gemeentes gebruiken. Dan weet je een beetje hè, de achtergrond. Uiteraard gebruiken zij niet alleen onze tool om participatie te organiseren en gaat dit samen met bijvoorbeeld offline participatie. Dus daar zullen zij ook de aandacht aan richten. Gaan we nu echt met het hoofdonderdeel van de webinar beginnen over de omgeving inrichten en gaan de twee gemeentes wat vertellen over hun projecten in deze context. En dan gaan we beginnen met Claire en Annemie. Oké, dus we gaan beginnen met het project van de Veemarkt. Annemie, dat was een project dat jullie hebben gedaan om te kijken van hoe kunnen we het centrum eigenlijk een stuk gaan ontharden en vergroenen. Ik denk het thema dat heel veel nu wel top of mind is bij veel steden en gemeenten, toch in Vlaanderen. Kan je wat meer vertellen over de context en de achtergrond, hoe dat jullie dat hebben opgezet? Ja, de Veemarkt was eigenlijk een groot verhard terrein van maar liefst 13.000 vierkante meter asfalt. En de bedoeling was, de Veemarkt breekt uit om echt te gaan kijken om dat te gaan ontharden. We wilden daarvoor inspraak van de burger. En in de eerste plaats was het ook belangrijk om draagvlak te gaan creëren. We wilden ze goed informeren. En natuurlijk ook betrokkenheid en inspraak krijgen van de burgers zelf over wat we op die 13.000 vierkante meter zouden kunnen gaan doen. Daarbij moesten we ons in ons achterhoofd houden dat die site natuurlijk een aantal functies vervult. Voor de buurtbewoners, maar ook voor anderen die onze stad bezoeken, is dat een gratis parking. Er is een rommelmarkt, er staan oude veemarkthallen op die voor sommige mensen nog enige betekenis hebben. Historisch dan. En er is een skatepark. Dus ja, inspraak van de burger was hier heel belangrijk voor het draagvlak te creëren, maar ook om straks niet te gaan eindigen in een debat waar het alleen over de parking zou gaan. Want ja, mobiliteit is heel belangrijk, maar ja, we moesten dat ruimer kunnen trekken. En we hebben een participatie gedaan die bestond uit twee technieken. Enerzijds een enquête en anderzijds hebben we ook gevraagd om voorstellen te initiëren. Oké, dus jullie hebben in het begin heel duidelijk nagedacht van we willen enkel en alleen die mogelijkheden toelaten qua participatie. Was dat al heel duidelijk in de strategie ook uitgetekend? En hadden jullie een concreet doel en target voor ogen? Of heeft dat zich wat ontwikkeld naarmate dat proces vorderde? Wat het initiëren van voorstellen betreft, was het heel duidelijk dat we daar de mensen de mogelijkheid op wilden geven om met de meest uiteenlopende ideeën af te komen. Omdat daar ook vaak heel veel creativiteit in zit. Ook oplossingen waar we zelf niet aan denken. Dus de burger die daar elke dag in de buurt parkeert of woont of gebruik van de site maakt, geeft daar ook wel, en dat is ook gebleken, dat ze daar met zeer creatieve voorstellen zijn afgekomen. Waarvan sommige dan
al dan niet weerhouden worden, afhankelijk van budget en andere redenen. De enquête was dan meer gericht om te gaan kijken, ja, waarvoor wordt de veemarkt nu gebruikt? Hoe vaak gebruiken die mensen de veemarkt? Dus meer keuzevragen van, ja, hoeveel belang hechten jullie aan dat groen? Ook om ook de discussie niet weer opnieuw te krijgen rond parking en parkeren, maar ook het bewust maken rond een groene invulling. Maar dat komt straks ook aan bod in de communicatie die we daar ook op geënt hebben, zodat we heel goed wisten van, ja, in de enquête moeten we goed evenwicht vinden rond 4 deelaspecten. En de bevraging kunnen we heel open gaan, ook naar de jongeren van, ja, hoe willen jullie daar terug in skatepark? Hoe zien jullie dat? Dus laat die ideeën maar komen. Dus daar hebben we goed op voorhand over nagedacht van welke richtingen willen we uitgaan. Maar ook gaandeweg kan je dat nog altijd bijsturen. Je kan na een eerste fase altijd afronden en een nieuwe participatie opstarten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Absoluut. Ja, het is wel interessant om te horen ook dat jullie voor de enquête bijvoorbeeld meer de doelstelling hadden van we willen kijken van wat zijn de gevoeligheden en wat is het huidige gebruik. Dus zo inzicht krijgen in wat dat vandaag al allemaal speelt. En dan de andere fase was echt om heel breed mensen te laten nadenken over de toekomst en wat hun ideeën of hun visie eigenlijk is voor de ontwikkelingen. Hè. Klopt, ook die veemarkthallen bijvoorbeeld. Hè. Wij kunnen denken dat mensen die misschien heel belangrijk vinden, maar dan maakt u enquête die toch een goed bereik heeft gehad, wel duidelijk hoe de burger daar zelf over denkt. En dat plaatst dingen toch in een breder perspectief. Ja. Oké, hebben jullie met veel stakeholders gewerkt? Ik weet, jullie hebben een zekere segmentatie gedaan. Dat komt ook nog aan bod straks bij de vragen rond communicatie. Maar hoe zag dat veld er wat uit van stakeholders en mensen dat jullie absoluut moesten betrekken bij de discussie? We werken in zo'n geval altijd met een 360 graden aanpak. Wij proberen zeer breed te communiceren, zodat we heel veel, de bedoeling is echt bijna iedereen gaan bereiken over hier kun je nu over meedenken, hier heb je kansen om inspraak, want ja, een truienaar is, ik mag dat zeggen, die is typisch kritisch, heel kritisch. Dus ja, het is wel nu het moment om mee die inspraak te nemen en die kans te benutten. Dus ja, moet de communicatie ook wel goed dekkend zijn en moet iedereen die boodschap ook gekregen hebben. Dat is heel belangrijk. En voor de stakeholders, we hebben ook een combinatie gedaan uiteraard, wat we altijd doen met participatie van een stukje online, een stukje offline. Hè. Dus dat er ook op het terrein zelf van alles visueel te zien was. Dat er ook wandelingen georganiseerd werden op de site. Dus daar is ook een heel offline traject aan gekoppeld geweest om bepaalde stakeholders te gaan betrekken en ook de buurtbewoners te gaan betrekken. Oké, misschien nog een laatste vraag voor deze inleiding dan. Hadden jullie een bepaald kader of bepaalde voorwaarden waarin dat de input of de ideeën absoluut moesten voldoen, dat jullie ook konden zeggen van oké, maar deze input past eigenlijk niet binnen dit traject. Hoe zag dat eruit? Het kader was eigenlijk vrij breed. Het was niet heel specifiek afgeleid, omdat we wel heel duidelijk hadden gesteld wat willen we vragen in de enquête. En ja, voor de rest willen we de mensen wel inspraak geven. Ik denk dat het ook heel duidelijk is dat we in een volgende terugkoppeling de mensen ook wel beseffen dat er budgettaire keuzes moeten gemaakt worden en dat sommige dingen daardoor meer kans maken omwille van haalbaarheid om weerhouden te worden of niet. Dat is een kwestie van gewoon goed terug te koppelen, goed te communiceren. En, Maar dat was niet op voorhand helemaal uitgeschreven in een groot reglement of met heel veel voorwaarden? Nee. Nee. Dat niet. We hebben wel een volledig draaiboek rond de communicatie uitgewerkt, maar niet zozeer waaraan moeten de ideeën voldoen, omdat we het niet zelf al wilden begrenzen. Oké. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Nelise, dan ga ik het woord laten aan Goes. Dankjewel. Voordat we naar Goes gaan, heb ik al gelijk wat vragen uit het publiek. Ze vroegen van hoe goed heb je de verschillende mensen kunnen bereiken via bijvoorbeeld de enquête of ideegeneratie of offline participatie? Kon er gewaarborgd worden dat iedereen een kans had om mee te doen, voor zover jij daar inzicht in hebt? Omdat we ook daar zowel online als straks eigenlijk het hoofdstukje communicatie, maar ik vind het wel
zeer goed om daar toch dieper op in te gaan. Omdat we zowel op het terrein de mensen die er op dit moment gebruik van maken, een site hebben uitgebouwd met picknickbanken, met groene installaties, waar een QR-code staat, waar ook infoborden al ophangen. Kijk, we zijn niet van plan met deze site. Wil je daarover meedenken? Je bent welkom. Dan is er een wandeling, dan is er een bevraging. Dus je moet niet digitaal zijn om ook inspraak te kunnen leveren. Maar waar ook de QR-code al ophing van, ja, maar zijn je toch digitaal en wil je meedoen aan de enquête? Dan kan je naar het platform gaan. We hebben ook momenten georganiseerd waarin we zelf op de markt gaan staan met tablets en dat mensen ter plaatse bevraagd werden en dat we op zo'n manier ook de iets oudere bevolking hebben kunnen bevragen. Ja. Daar was een muurtekening. Er waren inloopmomenten, er waren wandelingen. Er is zelfs met skaters en met de jeugddienst een uitstap georganiseerd naar een ander skatepark om inspiratie te gaan opdoen. Dus ja, heel veel mogelijkheden, heel veel kanalen die we aangewend hebben. Sociale media, digitale schermen, op de locatie zelf, infoborden, infoblad. Allee, alle middelen die we voorhanden hebben, hebben we daar wel opgezet. En dat staat ook in ons draaiboek. We moeten gewoon altijd een goede communicatiecampagne die zeer visueel is, eraan koppelen. Goed, dankjewel. Dus hè, het platform stond in samenspraak met een hele variëteit aan andere methodes om verschillende groepen mensen te bereiken. Ja. Dankjewel. Nou, dan gaan we nu naar eventjes terug naar Goes. En gaan ze vertellen over hun toekomstvisieproject. Els of Monique, zouden jullie wat over het toekomstvisieproject willen vertellen? Ja, zeker. Voor gemeente Goes is op dit moment bezig met het opstellen van een toekomstvisie. Dus waar willen we de komende 10, 20 jaar met de gemeente Goes naartoe? Zodat we intern weten waar we naartoe willen, maar ook extern dat de mensen weten waar we naartoe willen. En zodat we ook de komende tijd de juiste keuzes kunnen maken voor Goes. Als er bijvoorbeeld initiatieven komen dat wij weten of dat past in ons toekomstbeeld. Bijvoorbeeld vragen als waar willen we nog extra huizen bouwen bijvoorbeeld? Of wat missen inwoners in Goes op dit moment? Of waar zijn ze juist wel blij mee? Dat is ook aangegeven. Dus daarvoor hebben we dus een participatietraject opgestart. Intern zijn we aan het kijken, maar extern zijn we... We zijn eigenlijk een beetje tegelijkertijd begonnen. Intern wel iets eerder, maar we zijn in november zijn we echt gestart met het externe participatietraject. Gewoon eigenlijk met een hele open vraag. En hebben we eigenlijk alle inwoners, ondernemers, bezoekers van Goes gevraagd om ideeën aan te leveren. Creatieve ideeën voor Goes voor de komende 10, 20 jaar. Het doel was dus voor ons om dus creatieve ideeën van inwoners, ondernemers en bezoekers op te halen. Maar ook natuurlijk draagvlak te creëren. En later in het traject gaan we ook nog de meningen vragen over ideeën en gaan we ook nog in gesprek. Maar we hebben nu de eerste fase van het participatietraject hebben we afgerond. Want ze konden tot 31 december, geloof ik, hun ideeën met ons delen. Hoe we het voorbereid hebben is eigenlijk, we hebben eerst gewoon bekeken van wat willen we weten van de inwoners. En we hebben er daarom bewust voor gekozen om één open vraag te stellen als eerste stap in het traject. Dus niet om al wat met ideeën te komen waar we zelf aan zitten te denken, maar echt gewoon open de vraag te stellen van hoe denken jullie er nou eigenlijk over? En in die tussentijd zijn we zelf natuurlijk ook intern gaan kijken hoe we erover denken, maar het is goed om de ideeën van de inwoners daarin natuurlijk ook mee te nemen en ook te laten zien dat we niet al heel veel van alles hebben klaar liggen voordat we hun mening eigenlijk weten. En we hebben ook aangegeven dat in een toekomstvisie is niet super specifiek. Het is wat je mag groot denken, ook omdat het over zo'n lange periode is. Dus daarbij hebben we ook wel aangegeven dat het de bedoeling is dat ze mogen heel creatief denken. Ze mogen groots denken. Het hoeft niet om kleine dingen te gaan zoals een boom of een stoeptegel. Maar gewoon echt grote ideeën die... Wat best 10 jaar kan duren voordat het uitgevoerd is, maar wel gewoon ver in de toekomst. Dus bewoners betrekken vanaf het begin van het traject, dat is wel echt iets wat we graag wilden doen. En dat er dus nog geen plannen liggen waar feedback op gevraagd wordt, dat komt in een later moment wel, maar voor nu nog niet. Ja.
En, ter referentie ook voor de Belgische mensen die meedoen. Dit project is eigenlijk onderdeel van de omgevingswet, hè, die eraan zit te komen in Nederland. Dus elke gemeente moet een omgevingsvisie eigenlijk opstellen. En ja. Dit heeft de gemeente Goes vertaald naar dit project, hè? Ja, klopt. Ja, het is ook wel iets. Het moet inderdaad ook, maar we willen het ook wel graag. We hebben het al wel eerder gedaan, ongeveer 10 jaar geleden. Maar het werd ook wel tijd om dat even opnieuw op te frissen, zeg maar. Ja. Ja. Mag ik vragen? Veel gemeentes in Nederland zijn bezig met een omgevingsvisieproject of na te denken over de toekomst van hun gemeente. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het op deze manier te vertalen naar dit online en ook offline project? Hoe is dat tot stand gekomen? Die wil ik wel oppakken. De omgevingswet die laat ons als gemeente heel erg vrij om een eigen invulling aan te geven. Dat is heel fijn. Aan de ene kant betekent ook wel dat het een beetje een zoektocht is van wat is nou handig en wat past nou bij de gemeente waarvoor we aan de blad staan. Wat past nou bij Goes? En wij vonden het eigenlijk heel belangrijk dat we juist in dat voorstadium, of in dat aanloopstadium al eens gaan vragen, eens rond gaan vragen van, goh, beste Goesenaren, wat vinden jullie nu belangrijk? Dus vandaar die hele open vraag eigenlijk de kantlijn, het kader van denk vooral niet te klein. Ja. En kan je vertellen, hè, van mensen mogen hun ideeën aandragen en ze mogen groot denken. Je vertelde in de voorbespreking al dat iemand geopperd had van Olympische Spelen, volgens mij, naar Goes te brekken. Dus je, ja. Ik kom met diversiteit aan ideeën. Zijn jullie nu aan het ophalen? Is dat alleen via het platform of doen jullie dat ook offline? Hoe werkt dat allemaal samen? Ja. Oh. Monique? Nee, we hebben inderdaad het platform inderdaad als basis gebruikt, omdat je daar inderdaad op de digitale kaart heel goed je ideeën kan pinnen. Alleen we weten wel ook uit eerdere participatietrajecten die we hebben gedaan, dat natuurlijk ook altijd de mogelijkheid offline om mee te praten te bieden. Alles maar voor mensen die of niet digitaal vaardig zijn of gewoon liever niet. Sommige mensen loggen liever niet in op een platform of willen het gewoon anoniem doen. Want de ideeën op de kaart, die kan je bekijken. Daar staat een naam bij en daar kan je op stemmen. Sommige mensen vinden dat niet prettig. Dus we hebben ervoor gekozen om ook verspreid over de hele gemeente echt fysieke ideeënbussen te plaatsen, waarin je gewoon op een papiertje wat erbij in kon schrijven, wat jouw ideeën zijn. En die hebben daar de hele periode gestaan. Die hebben we aan het eind weer opgehaald. Dus die hebben we ook meegenomen. En we hebben ze nog de mogelijkheid gegeven om toch eigenlijk via een invulformulier hun idee te geven, zodat het niet, zodat niet iedereen het kon zien, maar zodat wij het wel konden lezen. En we hebben natuurlijk met de communicatie, om ervoor te zorgen dat iedereen wist dat dit aan de hand was, hebben wij in de eerste week eigenlijk door heel Goes op van die borden langs de weg een poster laten maken waarop stond deel uw ideale beeld voor Goes. En online natuurlijk, social media. We hebben eigenlijk alles uit de kast getrokken wat er maar was om in die periode steeds ervoor te zorgen dat de inwoners konden zien dat ze mee konden denken met ons. Ja, en hè, het project is nog gaande. Wat vind je tot nu toe van het bereik? Hè? Met de eerste fases, hebben jullie een variëteit aan bewoners kunnen bereiken? Die variatie, moet ik zeggen, hebben we nog niet heel erg naar gekeken. We weten wel dat we 174 ideeën, losse ideeën, hebben opgehaald. Nou, daar waren we al blij, enthousiast en over. Dus dat was voor ons een verrassing. Vorige traject waren er geloof ik 2. Dus dat was 10 jaar geleden. Maar we waren toch wel blij verrast. Wat je net al zei, de ideeën qua inhoud variëren heel erg van inderdaad hele grote dingen zoals die Olympische Spelen naar Goes. Vinden we wat optimistisch, maar ook wel het niveau van de stoeptegels of een boom die verkeerd staat of een hekje wat verplaatst moet worden. Dus het gaat qua inhoud of in het gaat allerlei kanten op. Ja. Oké, nou dan gaan we straks vertellen hoe jullie daarmee aan de slag gaan. Dan gaan we weer even terug naar de Belgische gemeente en gaan we het hebben over hoe zij dit project aan het uitvoeren, hoe zij terugkijken op de uitvoering. Hè? Want het is al
afgerond, naar mijn weten. Ja. Of ik ga misschien ook nog één vraagje halen uit de Q&A. Ik weet niet wat jij zou zeggen, Annelise. Maar dat is misschien nog wel interessant om op te nemen. Dus de vraag was voor gemeente Goes, wat gaan jullie doen met de reacties? Kunnen jullie er wat mee? Ik neem aan ook de reacties op de ideeën. Hoe dat die verwerking eruit ziet of hoe dat jullie daarop reageren. Ja, daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig. Want 174 reacties heb je niet even in één dag beantwoord. Dus wat we gedaan hebben, eigenlijk misschien best wel ouderwets. We hebben ze in een overzichtje gemaakt in een Excel-bestand. En daarna zijn we ze gaan verdelen naar verschillende beleidsvelden. Dus van het hele integrale wat je krijgt, dat eigenlijk weer terugvertalen naar iets waar binnen de gemeente, wat binnen die silo's die binnen gemeentes toch bestaan, past. En dan ga je de respectievelijke beleidsmedewerkers vragen, kunnen jullie daar een reactie op geven vanuit verkeer, vanuit parkeren, vanuit wonen en op die manier input verzamelen. En dat gaan we, maar dat is dus nog gaande, gaan we verwerken in een document om terug te koppelen naar de Goesenaren. Zo van, dit is wat we binnengekregen hebben, dit zijn de reacties van ons, vanuit onze kant. Ja. Super. Dus er worden echt verschillende clusters dus van de gemeente bij betrokken bij dit project. Echt gemeentebreed haast. Ja, afdeling samenleving zit er natuurlijk heel sterk in. Omgeving en economie, dat zijn onze. En ook ruimtelijke, de uitvoering staat. We hebben bijvoorbeeld ook commentaar gekregen over, of opmerkingen gekregen over afvalbeleid. Ja, dat zit alweer. Dus het gaat echt over afdelingen heen. Heel interessant, dankjewel. Oké, dan gaan we door naar de uitwerking en uitvoering van Sint-Truiden. Ja, een heel eenvoudige vraag, Annemie. Waar staan jullie vandaag in het traject en wat moet er nog gebeuren? Wij werken met een projectteam. Dus waar staan we op dit moment, is dat we heel de enquête geanalyseerd hebben en teruggekoppeld hebben binnen het projectteam. Net zoals de voorstellen die er gekomen zijn. We werken ook samen met een externe partner, architectenbureau die ook mee uittekent, mee vormgeeft aan dingen. En nu zijn er twee opties. Uiteindelijk werkt nu het projectteam een voorstel uit of meerdere voorstellen uit. Bij ons volgen dan de procedure dat die voorstellen eerst naar het Schiepencollege gaan. En dat zij ook te kennen geven van oké, we willen hiermee afronden of we willen opnieuw gaan bevragen naar de burger, want dat is best mogelijk. Bijvoorbeeld een skatepark kan heel veel vormen krijgen. Het kan zijn dat we gaan terugkoppelen naar de burger van dit zijn de scenario's, welke verkiezen jullie, of dat we een diepere bevraging gaan doen of dat we een verdere stap zetten rond participatie of dat we naar een afrondingsfase gaan. Dus daar zitten we nu op die splitsing. Oké, dus dat kan zijn dat er misschien nog een fase tussen gaat komen of bij komt op een platform. Dat gaat allemaal afhangen dan van wat beslist wordt dan in het Schepencollege. Ja, als zij akkoord gaan met het plan zoals er nu is, op basis van de input die we gehad hebben, dan kan het al naar een afrondende fase gaan. Als er toch nog aspecten zijn, gelijk een parkeergarage, een parkeertoren, waar ze zeggen van, we vinden het toch risicovol om hier zelf de knoop in door te hakken, wil toch nog eens horen wat de mensen ervan denken. Dan gaan we nog eens specifiek voor bepaalde aspecten terug. We gaan nooit heel breed terug opengaan. Teruggaan naar de mensen. En want dat was ook een vraag in de Q&A, zag ik de resultaten van de enquête. En hebben jullie die al gedeeld? Of dat wordt eerst intern gedeeld en dan achteraf pas volledig met alle input gedeeld? Of hoe dat? De bedoeling is dat nu op korte termijn de resultaten van de enquête gedeeld worden. Omdat daar ook geen risico of geen verbintenis aan zit. Dat is eigenlijk, dit vonden jullie, dit hebben jullie ons laten weten. Maar het is altijd fijner dat we daar toch al een actie aan kunnen koppelen. Daarom hebben we daar een beetje mee gewacht. Ja, snap ik. Dus de analyse van de ideeën, ik weet niet hoe dat verloopt buiten dan communicatie naar de bestuurders en het Schepencollege. Is daar iets dat bij jullie eruit sprong? Of ik zeg iemand met een bepaalde jury ook dat jullie gewerkt hebben of bepaalde tools dat jullie gebruikt hebben voor die analyse? Dat is eigenlijk volledig binnen het projectteam wel verlopen. Omdat zij ook
natuurlijk zicht hebben op de budgetten en op de subsidie die er gaat komen. Dus ik denk dat een van de dingen die er nu uitsprong was, bijvoorbeeld het behoud van die veemarkthallen, dat dat niet zoiets was van ja, 90% vindt dat we die moeten houden, maar dat dat een heel genuanceerd beeld gaf, waardoor er nu een plan is uitgewerkt waar bijvoorbeeld maar één van de twee hallen zou worden behouden. Oké, ja. En dat kwam ook verder uit, omdat er is heel vaak de vraag van welke doelgroepen. Dat is natuurlijk ook een analyse die we gedaan hebben van de site. Wie gebruikt die site? En dat zat een stukje in de enquête. Maar we weten ook dat er de plaatselijke rommelmarkt elke zondag plaatsvindt. Ja, dan is in de ideeënflow ook wel naar voren gekomen het behoud van één veemarkt, maar van één veemarkthal die overdekt is, kan ook zijn nut zijn voor straks die rommelmarkt daar een plaats te geven. En op die manier wordt er met de gegevens en met de doelstellingen en de gebruikers wel ook naar oplossingen gezorgd die alleen maar positief zijn voor iedereen. Ja. Oké. Een algemene vraag nog om af te ronden. Wat gaat er eigenlijk goed of wat is er goed gelopen in het proces? En wat zijn zo wat de lessons learned of dingen dat je van zegt dat we misschien beter kunnen aanpakken of dat is voor het vervolg om mee te nemen? Wat ik denk dat heel goed verlopen is, is dat we niet zijn afgedaald naar het niveau van parking en mobiliteit en waar moeten we met onze auto naartoe. Maar dat we zeer jullie goed hebben een apart mobiliteitsproject ook gedaan op platform. Dat hebben we apart gedaan, ja. Maar dat we zeer goed erin geslaagd zijn door een communicatiedraaiboek op te stellen om aan te geven waarom doen we dit? En waarom gaan we dit samen doen? Waarom is die ontharding voor iedereen zo belangrijk om dat draagvlak te krijgen en om dat debat en de oplossingen toch open te stellen en groter te zien dan enkel een probleem? Ja, en ook de mogelijkheid openlaten om eens dat er misschien opties uit de bus komen op basis van die heel brede bevraging, om dan toch nog een optieanalyse te doen of mensen eventueel toch nog te betrekken bij implementatie. Hè? Dus niet enkel bij het sprokkelen van wijde ideeën. Maar, ja. Okay. Dan geef ik het woord terug aan jou, Nelisa. Ja, leuk. Dank je wel voor de toelichting. Heel interessant project. Gaan we weer naar Goes. Het is de uitwerking en uitvoering van de toekomstvisie. Jullie hebben al een beetje verteld over waar jullie staan in het traject. Zou je nog iets meer over de volgende stappen kunnen vertellen en hoe jullie bijvoorbeeld de terugkoppeling dus gaan doen over die idee-generatieronde, zeg maar? Els of Monique, maakt niet uit. We zijn dus nu bezig met het organiseren van interne terugkoppeling, met het organiseren van de feedback van de respectieve beleidsmedewerkers. En omdat het natuurlijk over heel erg veel verschillende thema's gaat, zijn er ook gewoon veel mensen bij betrokken. Dat gaan we vormgeven in een rapport. Dat gaan we dan in ieder geval terugplaatsen op Goes Praat Mee, dat is ons participatieplatform. En dan gaan we die ideeën en de ideeën die we ideeën die we opgehaald hebben via burgerparticipatie en de ideeën die we zelf intern ontwikkeld hebben, plus de ideeën van nog een aantal andere stakeholders via gesprekken, face-to-face interviews, gaan we samenvoegen. En ik vermoed, dan gaan we richting het schrijven, het opstellen van een visie. Ja, en komt er dan nog een inspraakronde met bewoners wellicht? Hè? Als er bijvoorbeeld een conceptvisie gepresenteerd wordt, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is ook nog een beetje. Vraag me, hoe staat de wereld er dan weer voor? Want wat we met corona de afgelopen paar maanden, jaren hebben meegemaakt, is dat ook natuurlijk dingen veranderen en planningen worden steeds aangepast. Dat heeft ons zeker hier een aparte gespeeld. Ja. Maar ik verwacht dat we daar inderdaad nog wel een bijeenkomst of online visite, dat is nog even een vraag hoe we dat precies gaan ingaan. Maar ik verwacht dat we dat nog wel gaan doen. Ja, goed. En vragen. Eigenlijk een belangrijk aspect van participatie waar we altijd vragen over krijgen is interne organisatie, zeg maar rollenverdeling. Hoe hebben jullie tot nu toe de rollen verdeeld en hoe gaat dat veranderen, zeg maar, in de komende fases? En wanneer wordt de raad misschien betrokken? Hoe zit dat allemaal?
We zijn op dit moment, is het nog heel erg een ambtelijk stuk. Het college is wel betrokken. We hebben een, wat wij noemen een technisch beraad. Dus een beraad achter gesloten deuren. Ik weet niet of dat... We hebben een technisch beraad gehad voor het college en ook de raad. Dat was in december. Colleges tussentijds betrokken. Daar hebben we elke 3 maanden een half overleg mee van hoe de stand van zaken ervoor staat. En we verwachten na de verkiezingen, want we hebben natuurlijk aankomende week zijn er verkiezingen, gemeentelijke verkiezingen. Mm-hmm. Gaan we de nieuwe raad bij praten. Dat wordt het volgende technisch beraad. Is dat... Ja. Dat is goed. Dank je wel. En jullie zijn nou, ik weet niet of jullie al midden in het proces zijn, maar jullie zijn al een tijdje bezig. Er gaat nog aardig wat komen. Wat zijn de lessen die jullie tot nu toe hebben geleerd vanuit het proces? Wat vonden jullie goed gaan? Ik kreeg ook een vraag uit het publiek waarin stond van hoe is het nou anders gegaan met een tool vergeleken met 10 jaar geleden? Heeft dat jullie iets extra opgeleverd of niet? En wat zou je de volgende keer, als je het weer over 10 jaar doet, wat zou je anders aanpakken? 10 jaar geleden zaten wij allebei nog niet bij de gemeente Goes. Dus hoe dat precies toegegaan is, weet ik niet. Maar we hadden niet Goes praat mee natuurlijk. Nee. Dus ik denk dat dat wel een groot voordeel is, dat het online zo gaat. En zeker door corona, dat iedereen heel erg online is. En dat het natuurlijk echt wel helpt om meer input te krijgen. En dat je dat zo op een kaartje kan pinnen en van elkaar ook kan kijken wat iedereen zegt. Dus ik denk dat dat zeker wel goed geholpen heeft. En verder... Ja, wat goed dus ging, was dat wij dus veel meer input hadden gekregen als verwacht. Even terugkijkend op de 10 jaar geleden en wat wij toen gehoord hadden. Dus daar waren wij heel erg blij mee. Kost ook veel werk, maar we hebben ook wel veel goede input gekregen. Want wat lastiger dan toch blijft, is toch die planning. Want we hadden natuurlijk van tevoren bedacht, we gaan goed. Ja. Je gaat natuurlijk al die fases altijd op het project zetten. En dan denk je, zoveel maanden voor dit en zoveel voor dat. En dan heb je dus best wel wat meer input dan je had verwacht. Dus gaat het toch weer iets langer duren. Ja. En met corona natuurlijk ook weer wat dingetjes. Dus de planning is altijd wel iets lastig. Maar ik denk dat als je dat... er is een reden voor als je dat goed uitlegt ook aan de inwoners, dat een fase misschien iets opgeschoven wordt omdat je nog bezig bent met de vele input te werken bijvoorbeeld. Dat dat niet zo ergens maar open en transparant deelt waarom en wat er aankomt. Dat blijft altijd een lastig puntje, de planning. Maar... Ja. Goed. Els, heb jij er nog wat op toe te voegen over wat ging er goed, wat kan er beter? Anders gaan we door naar communicatie. Nee, ik denk dat Monique dat al heel... Dat de 2 punten die zij noemt, dat dat toch wel echt onze hoofdtops, tips en tops van hoogte- en dieptepunten zijn. Dus dat, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dus qua punt wat er beter kan gaan, reserveer genoeg ruimte. En als je toch misschien meer ruimte nodig hebt, dan kan dat gewoon gecommuniceerd worden. En is daar meestal wel begrip voor. Oké, dankjewel. Dan gaan we door naar communicatie, waar we eigenlijk al best wel veel over gesproken hebben. Dus dat is zeker een interessant onderwerp in deze context. Dus leuk om daar nog aanvullende dingen over te horen. Maar Annemie kan daarover blijven praten, denk ik. Dat komt helemaal goed. Of misschien beginnen we met een vraagje uit de Q&A. Ook van een Annemie Lauwert, van Ninove, denk ik. Dus zij vraagt van... hoe communiceren jullie dan eigenlijk overzichtelijk ook op het platform? Allee, je hoeft niet te diep in detail te gaan over functionaliteiten en zo. Maar ja, jullie hebben gewerkt met projectmappen. Verdiep dat makkelijk en vonden mensen makkelijk hun weg, denk je? Ik kan absoluut bevestigen dat we graag werken met jullie platform, omdat het vooral voor ons als beheerders heel eenvoudig is om daar verschillende vormen van communicatie op te zetten. En voor de gebruikers ook dat ze meerdere... Je moet die combinaties gaan maken en een website en het platform. Allee, alles wat je online doet, kan je daar samenvatten. Dus wij werken en met video... en met enquête en met de brede bevraging waar mensen input kunnen geven. Dus
op één centrale plaats. En dat vind ik het mooiste voordeel van het platform. En bij ons was dan vooral de doelstelling om de mensen zoveel mogelijk naar daar te krijgen. En dat ze daar ook antwoorden konden vinden op hun vragen. Dat ze daar de video konden bekijken. Dat ze ook kunnen gaan zien van, ja, dit zijn mogelijkheden van wat het zou kunnen worden. Maar zie jij dat anders en hoe zie jij dat dan? Dus dat is het voordeel dat je eigenlijk van zodra je ingelogd bent, echt naar één plaats kan gaan waar alles zich centraal bevindt. En voor ons was het vooral een voordeel dat het heel snel en heel eenvoudig kon opgebouwd worden. Wij zijn met een beperkte dienst van 4 personen. En wij zijn een ondersteunende dienst. Dat wil zeggen dat er een projectleider op dit project zat, die ook wel ons de vragen bijvoorbeeld aanreikt, of die worden opgesteld binnen de vergadering van het projectteam. Maar daarnaast moet het heel vlot en efficiënt kunnen gebeuren allemaal. En dat was wel mogelijk dankzij het platform, waardoor we ook ruimte vrij krijgen om bijvoorbeeld een dag op de markt te gaan staan, een dag ter plaatse op de rommelmarkt te gaan staan, om specifiek ook die offline bevraging te kunnen doen met die doelgroepen die we anders niet zouden bereiken. Om niet achteraf heel de discussie te krijgen van ja, maar wij hebben de kans niet gekregen of wij zijn niet digitaal. Want dat is nog wel in heel veel Vlaamse steden, ik denk misschien in Nederland ook, dat toch niet iedereen echt zo gemakkelijk toegang krijgt tot die dingen. Dus die combinatie blijven doen is wel een plicht bij ons. En dan de input die jullie ook ophalen dan offline, nemen jullie die dan mee in de analyse en ook de communicatie op het platform en dan mensen die enkel online hebben deelgenomen? Dus dat wordt dan ook op platform samengebracht? Klopt, wij putten die bij in het platform. Oké, ja. Ik denk via platform kunnen jullie dan ook de communicatie doen naar de mensen die hebben deelgenomen dan online op het platform. Nemen jullie dan ook de mensen mee makkelijk die offline hebben deelgenomen? En hoe loopt dat juist? De mogelijkheden om te communiceren, hoe hebben jullie dat aangepakt? Dat is natuurlijk omdat we beschikken over heel veel kanalen. Niet zo heel moeilijk. Ja. Uiteindelijk hebben we ook een stadsmagazine dat maandelijks uitkomt, waarin we opnieuw communiceren. Dit is de stand van zaken, dit zijn de bevindingen, dit is de volgende fase. We hebben ook in het centrum van de stad hebben we ook digitale schermen staan. Daar gaan we dan geen resultaten op communiceren, maar gaan we wel een linkje zetten of een QR-code die mensen kunnen scannen. Maar dan heb je wel weer die digitale mensen. Naar buurtbewoners hebben we dan de flyer. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden en heel veel kanalen om de mensen te bereiken en de boodschap te brengen op de juiste manier naar de juiste doelgroep. Oké. Ik denk jullie hebben ongelooflijk veel kanalen ingezet. Hè? Dus op dat vlak waren jullie heel sterk. En hebben jullie ook een mooie combinatie gedaan van online en offline. Dus daar kunnen jullie sowieso veel best practices rond delen. Hoe houden jullie het tastbaar en interessant om te blijven meedenken? Ik denk nu ook aan volgende fases of volgende projecten. Hebben jullie daar een zekere opvolging of dingen die soms samenhangen? Dingen die innovatief zijn of creatief? Ja, ik denk dat we daar toch vooral proberen een creatieve factor aan te koppelen. Bijvoorbeeld door iets heel visueel of heel tastbaar of iets heel opvallend waarmee we weer pers halen, die ook de boodschap weer gaan verspreiden. Want dat is hier heel lokaal, is dat wel een enorme troef dat de pers ook nog eens, die hebben dan nog een groter bereik soms, als die mee op onze kar springen en mee het verhaal brengen, is dat ook niet onbelangrijk. Dus we proberen wel eens creatief na te denken over hoe kunnen we meer, bijvoorbeeld rond mobiliteit, maar dat was een beetje, zowel bij de veemarkt als bij de mobiliteitsvisie, zaten we in een periode natuurlijk met de coronacrisis, maar wij wouden daar echt een go-kartpark in het centrum van de stad zetten, dat weer de aandacht trekt, dat weer de kinderen naar daar haalt. En ondertussen konden de kinderen op de go-kart zitten en kon je een enquête afnemen bij ouders of kon je boodschap weer brengen door zo opnieuw iedere keer een actie te gaan initiëren aan een volgende fase die opvalt, die weer aandacht krijgt, hou je het gesprek op gang en hou je het gewoon boeiend. Misschien hebben andere mensen er andere ideeën over, maar dat is hoe wij het nu een beetje proberen aan te pakken. Ja, hopelijk komt dat er nog aan dan nu dat corona toch wat is gaan liggen. Ja. Een go-park enquête, dat lijkt me de moeite.
Dan ga ik nog eens kijken naar de laatste vraag. Dus dat is eigenlijk communicatie intern dan. Hoe zorgen jullie dat alle projectmanagers en medewerkers ook op de hoogte zijn, één van wat zij eventueel nog moeten doen qua opvolging, maar ook in welke fase dat het project zich bevindt enzovoort? Bij ons zit dat beperkt tot het projectteam. Die informatiedeling en terugkoppeling naar ons managementteam en ons schippencollege. En ik denk pas in de fase, als alles een beetje afgerond is, dat we het ook intern naar alle collega's gaan communiceren. Maar nu blijft dat beperkt. Behalve dan met een jeugddienst, die is heel erg betrokken wel in dit verhaal, omwille van het skatepark gegeven, lokaal. Maar die zitten mee in het projectteam. Ja. Ja, er staat gemeente, maar dat moet eigenlijk stad zijn bij jullie. Maar in Nederland zeggen ze enkel gemeente, denk ik, in de Riezen. Dus, super, bedankt Adewie. En dan koppel ik terug naar Goes. Gaan we naar Goes. Ja, dus wat is jullie strategie rondom de communicatie van dit ruimtelijke project? Kunnen jullie daar wat over toelichten? En ook hoe jullie dat platform ervoor gebruiken? Daar waren wat specifieke vragen over. Het platform met het inrichten van de projectpagina hebben wij rekening gehouden met om het simpel te houden. Dus gewoon in simpele taal te gebruiken die iedereen begrijpt. Ook hebben we gekozen om een video te maken, helemaal gelijk bovenaan de pagina, waarin even kort verteld wordt waar het over gaat. Dan hoef je niet, er staan geen hele lappen teksten op, maar mensen vinden het ook wel fijn om een video te kijken in plaats van tekst te lezen. Dus dat is wel iets waar wij goed op gelet hebben, zodat het voor iedereen te begrijpen is. En ook dat het een beetje voor je te halen is wat we vragen. En dat het een beetje niet te ver van de bedshow is, zeg maar. Dat het dichtbij is en dat voor iedereen in dat opzicht om mee te denken, zeg maar. Mm-hmm. En communiceren jullie de terugkoppeling? Gaan jullie bijvoorbeeld op het platform doen? Gaan jullie dan ook terugkoppeling geven over wat er in de ideeënbus is binnengekomen offline of in andere gesprekken? Wat voor rol neemt het platform in communicatie rondom de terugkoppeling? Ja, een grote rol. We hebben alles ook wat we offline hebben opgehaald, is allemaal bij elkaar, zoals Els net vertelde, in het Excelletje gezet. En dat die terugkoppeling, dat rapport wat we gaan schrijven, dat zijn wat op het platform is binnengekomen, maar ook wat vanuit onszelf, maar ook inderdaad de offline middelen die we gebruikt hebben. Dat zit allemaal bij elkaar. Ja. Dus alles, wij verwijzen ook eigenlijk alles wel naar Goespraat mee, naar het platform. Ja. Ja. Dus alles komt zeg maar samen op het platform. Alles wat je daarbuiten ook doen. Dus mochten mensen niet bij offline gedeeltes zijn geweest, ze kunnen het online altijd blijven volgen. Ja. Ja. En een relevante vraag voor deze context. Je hebt al verteld dat om het tastbaar te maken en interessant te houden, maken jullie het zo simpel mogelijk. Dus jullie hebben er ook voor gekozen om het geen omgevingsvisie te noemen, zoals veel gemeentes doen, maar toekomstvisie. Wat voor andere tactieken gebruiken jullie om het interessant te houden en leuk te houden om mee te doen? Dat is een goede vraag. Voor deze eerste stap hebben we inderdaad, we hebben ook op de kaart toen we live gingen alvast wat voorbeeldjes gezet. Die hadden wij er dan zelf opgezet. Ja. Ook om te laten zien wat de vraag is. Dus dat het groot denken, creatief denken. En leuk om de volgende keer, we gaan dat natuurlijk sowieso terugkoppelen. En voor de volgende stap willen we wel ook meer. Nu is het heel erg online, ook omdat het corona was. Dus we konden ook niet echt iets anders. Maar voor de volgende stap willen we het wel visueler maken ook. En wel offline ook wat doen, zodat we ook mensen met elkaar kunnen praten. Want nu hebben ze allemaal heel individueel zelf nagedacht. Wat natuurlijk ook goed is. Maar dat we dat ook wat meer, wat groter kunnen aanpakken. En hopelijk kan dat ook straks. Ja. Ja, duidelijk. En tenslotte, voordat we naar de conclusies gaan, hoe blijven jullie de gemeente dus zelf betrekken qua communicatie? Jullie hebben natuurlijk al verschillende clusters betrokken om met die ideeën aan de slag te gaan van burgers. Hoe houden jullie de gemeente betrokken over dit project? En welke rol speelt eventueel het platform daarin?
ja, heel veel collega's inderdaad zijn betrokken, omdat we ze ook persoonlijk benaderen om inderdaad met de input die we hebben opgehaald om daar over na te denken. We zijn op dit moment ook bezig om bijna alle afdelingen bij te praten, überhaupt over de omgevingsvisie, dus waar we staan. Inderdaad, daar komt natuurlijk het platform en het participatietraject ook in naar voren. En intern delen we ook altijd op ons intranet, zeg maar, dat we hiermee begonnen zijn, dat ze kunnen meedenken. Want er zijn ook, dan kunnen ze ook weer aan vrienden, familie verspreiden die in de gemeente wonen, dat ze natuurlijk mee kunnen denken. Dus in dat opzicht horen ze vaak wel van ons en betrekken we ze wel. En voor vragen kunnen ze altijd bij ons terecht ook. Dus. Oké, dankjewel. Nou, dan gaan we door naar de afronding. We hebben al best wat vragen gelukkig van mensen kunnen beantwoorden. De vragen die we niet kunnen beantwoorden, dat doen we per mail achteraf. Dus wees niet getreurd, er komt een antwoord op je vraag. Voor nu zou ik allereerst willen vragen, hè, als publiek, morgen met een onthardingsproject bezig gaat, een vergroeningsproject, een ruimtelijk project, een toekomstvisie. 1 of 2 tips, praktisch, die ze gelijk zouden kunnen toepassen. Wat hebben jullie voor ze, voor het publiek? Wie eerst? Los. Ja, ik zou het praktische tip mee willen geven van plan voldoende tijd in. Waardoor dat kan het Monique en mijn gelimiteerde ervaring bij gemeente zijn. Of het kost meer tijd dan wij van tevoren hadden gedacht. Dus plan voldoende tijd in. En hou ook echt rekening met wat ook een aantal keer ter sprake gekomen is, van dat het online is heel mooi, je krijgt heel veel reacties op, maar vergeet ook niet dat er inderdaad mensen zijn die dat niet fijn vinden, niet prettig vinden, dus ook de offline mogelijkheid moet je altijd bieden. Ja, offline mogelijkheid, en jullie vertelden ook, hè, een mogelijkheid om privé, dus niet met name via platform bijvoorbeeld te reageren. Ja, dankjewel. En Annemie, wat zouden jouw tips zijn? De eerste tip die ik zou geven is, maak er een verhaal van. Zorg dat je het als een verhaal vertelt, dat helder en duidelijk is. Bijvoorbeeld bij ontharding was dat voor ons samengevat, wij vervangen verharding door een groene ruimte. En zo zorgen we samen voor minder wateroverlast of meer biodiversiteit, een koelere stad. Dus schrijf het altijd als een verhaal uit en ook iets wat jullie samen gaan doen. Dat mag je altijd benadrukken. Tweede tip is herhalen. Als je denkt, nu weet iedereen dat we aan het participeren zijn. Nee, geloof mij, er zijn nog altijd mensen die de affiche of het bord of de social media post niet gezien hebben. Dus blijf het gewoon herhalen. En de derde is goed de combinatie met het online en offline. Doe ook iets op het terrein. Al is het een grote vlag zetten, maar probeer het creatief op het terrein ook aan te pakken of visueel te maken. Dat waren de 3 tips. Goed, dank jullie wel. Het is ook precies 11 uur, dus we gaan nu afronden. Er zijn een aantal vragen die nog niet volledig zijn beantwoord. Dus we zullen er zeker voor zorgen dat er vandaag of morgen een antwoord per mail naar jullie komt. En hartstikke bedankt, hè, Els, Monique en Annemie, voor het delen van jullie ervaringen. En ook om eerlijk te zijn over wat er goed en misschien nog beter kan. Dat waarderen we enorm. En we hopen echt dat dit mensen inspireert om ook aan de slag te gaan. En ook dingen te proberen die jullie al toegepast en ervaren hebben. Dus hartelijk dank voor jullie eerlijkheid en inspiratie. Dat doet ons en iedereen die geïnteresseerd is in participatie goed. Dus dank daarvoor. En tot de volgende keer. Volgende maand zullen we weer een webinar over een ander onderwerp organiseren. Dus hierbij nemen we afscheid van elkaar en tot snel. Dank jullie wel en een hele fijne dag. Bedankt. Dag!
Nu lijkt het alsof we... Ja, nu moeten we afronden, want we zitten nog met het publiek.